de zomer is begonnen, een goed moment dus om er eens op uit te trekken. De nieuwe fietsbrochures van de dienst toerisme zijn de ideale manier om de stad Gent te leren kennen. De dienst toerisme stelt de fietsroutes op samen met de Groendienst en de Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen. We hebben onze fietsbrochures ontwikkeld om onze bezoeker aan te zetten om op een actieve, gezonde en milieuvriendelijke manier meer van onze stad te leren kennen. Want met de fiets kan je minder bekende, verder gelegen bezienswaardigheden bezoeken. Strategisch gezien betekent het dat we onze stad gaan groter maken. Dus dat we de bezoekers gaan aanzetten om meer dan de Drie Torens, de Kuip van Gent te gaan bezoeken, maar ook het Kunstenkwartier bijvoorbeeld. De brochures zijn in de eerste plaats bestemd voor toeristen, maar ook de Gentenaar kan toerist in eigen stad spelen. De vier fietsroutes zijn een ideale manier om de stad te herontdekken. Je passeert locaties waar je normaal gezien niet zo snel bij stilstaat of zelfs gewoon nooit komt. Zoals deze fietsroute, een groene gordel rond de stad. We staan nu in de tuin van de Sint-Pietersabdij. Het is een van de vele voorbeelden aan mooie groene plekjes die we hebben in de stad. We staan in het hart ook van het Kunstenkwartier. Dus naast het historisch centrum hebben we het Kunstenkwartier dat we ook actief promoten aan de hand van deze fietsroutes. Momenteel staan we op de Munkaai en dat woordje munk is afgeleid van monnik. Wij staan namelijk juist vlakbij de Sint-Pietersabdij, waar de monniken in de Site Blandinium een van de steunpunten waren van de veiligheidspunten bij het stichten van de stad Gent. Met de fiets kan je Gent op een veilige manier verkennen, zowel in het historisch centrum als rond Gent. De fietsroutes variëren van 10 tot 25 kilometer. Met de fiets kan je de verborgen pareltjes die buiten de Kuip van Gent liggen bezoeken. Zoals bij deze route, ontstaan van een stad aan het water. Je leert er over de rol die de waterlopen in Gent speelden. Zoals iedere middeleeuwse stad is ook Gent ontstaan aan water. En wij zeggen eigenlijk altijd dat het ontstaan is aan de Leie en de Schelde, het samenvloeien. Die ligt een klein beetje verder door, maar wij zijn hier aan het samenkomen van de Nederschelde en de Schelde. De achterkant van de Sint-Waafskathedraal, dat is eigenlijk het echte begin van de stad Gent geweest. Er zijn vier routes. Een groene gordel rond de stad, ontstaan van een stad aan het water, stedelijk religieus erfgoed en groen in de stad. Je kan de brochures kopen in het infokantoor van de toeristische dienst in de raadskelder van het Belfort. Voor meer info kan je bellen naar de dienst toerisme op 09 266 56 60 of surfen naar visitgent.be. Eindigen doen we met de agenda. De tentoonstelling Bedrijven Gent in het MIAT toont werk van vele Gentse drukkers. Je krijgt een beeld van het Gentse stadsleven omstreeks 1850. In het SMA kan je dan weer naar werk gaan kijken van magnumfotograaf Karel de Keizer. De tentoonstelling Trinity is een drieluik met als thema de alomtegenwoordigheid van macht en geweld. En Gent viert 11 juli het feest van de Vlaamse gemeenschap op het Sint-Pietersplein. Een familiefeest voor jong en oud, met animatie voor de kinderen en sfeervolle optredens. Dit was Stads TV Gent. Je kan deze uitzending ook bekijken op gent.be. En heb je nog vragen? Bel naar Gent Info op 09 210 10 10. Tot volgende week.